Hallo allemaal, fantastische CX-rijders, welkom. Ik heb vandaag weer een stukje productinformatie voor jullie. Het gaat over de complete packing sets. En ik heb er vier liggen voor jullie, klaar om te kijken hoe het eruit ziet. Loop maar even mee met me, dan mogen jullie ook een keertje meekijken in mijn onderdelenbunkertje. Wat het dan ook mag zijn. Nou. Kleine kamer, boven mijn boekenzaak, helemaal afgeladen met onderdelen. Dit hebben jullie nog niet eerder gezien op televisie. En ik heb hier vier packing sets klaar liggen. En laten we eens even kijken. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat bij deze packing sets heb ik even een paar onderdeeltjes eruit gehaald. Maar het gaat om de strekking. Dit is gewoon een low budget packing set. Dit was vroeger een low budget packing set, maar wordt tegenwoordig voor dezelfde prijs als andere packing sets aangeboden. En dit was vroeger echt bagger, maar daar kom ik zo direct op terug. Deze was mijn favoriet en zit bij mij weer in het testprogramma. Reden: de koppakkingen waren 2-3 jaar geleden van slechte kwaliteit omdat ze een nieuw soort hadden genomen en die blies ik er gewoon allemaal uit. De grap is nu: hier zitten weer de goeie in. Deze packing set was mijn favoriet, prijstechnisch. En daar zitten ook heel veel onderdelen in. Goed afgeleverd, mooi afgewerkt. Er is alleen echter één klein probleempje. En laat ik daar dan ook maar mee van start gaan. Dus deze packing set is dus voor mijn doen, en dat is ook de meest verkochte bij mij, een goede packing set. Het enige nadeel is de cilinderkoppakkingen. Die hebben de neiging om te zweten. Alleen de grap is, zweten van korte perioden. Wat je doet is, je bouwt het hele motorblok in elkaar, je vult hem af met koelvloeistof en je laat het motorblok toch 2-3 weken staan in de garage. En dan vind je op het motorblok, aan de zijkanten van je motorblok, lekkage koelvloeistof. Ja, dat is een paar vloekwoorden waardig. En je snapt het niet. Alles is schoon, recht en vlak. Niet schrikken. Die pakkingen zijn goed. Alleen ze zweten koelvloeistof. Echter, na 2-3 keer gereden te hebben met de motorfiets, is dat probleem opgelost. Dus die lekkage, dus de blauwe koelvloeistof, komt er als water uit. Dus als waterkleur, naturel, geen kleurstof meer. En die pakkingen, die zweten als het ware vanzelf dicht. En daar heb je echt geen last meer van. Pakking zelf voor de cilinderkoopafdichting is verder goed. Stap ik even van deze pakking naar deze pakking set. En wat schetst mijn stomme verbazing. Want zo eerlijk ben ik ook. Dit is een baggerpakking set. Kom ik zo direct nog wel op terug. Die koppakkingen komen bij dezelfde fabriek af. Er staat namelijk hetzelfde type nummer op. Even kijken, NL2098 of zo, NL2098. En wat staat hierop op zijn kop? NL2098. Dus hoe komt dat dan daarin? Mijn favoriete packing set? De bagger set die ik liever niet koop. Er zijn toch verschillen. Ten eerste, die cilinderkopafdichtingen voor de kleppendeksel, of de kleppendekselafdichtingen, worden in deze packing set niet geleverd met de ringen die er binnenin horen te zitten. Dat is zo fout nummer 1. Bij deze wel, daar zitten ze wel in. En ook bij de Altena packing set, daar zitten ze ook in. En bij deze zitten ze ook in. Deze hebben iets mindere pasvorm. Ze passen wel, ze zijn te gebruiken. Die van Altena, die lijken wel origineel Honda. Die passen altijd. En dat is ook gewoon de meest favoriete set om te gebruiken. Alleen hij is een tikkeltje duurder dan ik ervoor wil betalen. Laat ik het eerlijk zijn. Deze packing set was vroeger zo slecht dat de kleppendekselrubbertjes, of de klepsteelrubbertjes, nou dat leken wel condoompjes, die kon je wegflikkeren. Die hebben ze nu wel verbeterd. De koperen afdichtringen zijn ook mijn favoriet. Die vind ik ook geweldig. De pakkingmateriaal wat de rest is gebruikt, is wat afwijkend. Hier en daar wat buiten de maatvoering, maar wel bruikbaar. Packing set is verder wel te gebruiken. Koppakkingen zijn ook gewoon bruikbaar. De rubberafdichtingen zijn dus niet compleet. O-ringen zitten er niet bij. Voor mijn gevoel betaal je te veel voor deze packing set. Nou, hier ben ik er klaar mee. Maar je kan hem gebruiken.
Het is niet weggegooid geld, laat ik het zo zeggen. Gooi ik die even aan de kant. Deze pakking set. Merkloos, naamloos. Naamloos, niks zit hierop. Ik weet niet waar deze pakking set vandaan komt. Wel is het zo dat hier, en dat kan ik zien aan dat kleine ribbeltje hierop, dat zien jullie denk ik niet, zit er een klein ribbeltje op, dat dit de goede afdichtingen zijn voor de kleppendeksel. Die pakkingen heb ik ook wel eerder gezien, die zijn mooi afgewerkt. Ze zijn ook netjes geperst en zijn ook stevig. Dus eigenlijk, ik zou deze pakking set afkeuren, maar eigenlijk vind ik hem niet eens zo slecht. En de klephoedjes, die waren... Kijk, dat is waarom ik die pakking set liever niet heb. Die klephoedjes, dat is gewoon bagger. Hier heb je geen fuck aan. Zo'n klephoedje nieuw bestellen, kost 4,5 euro per stuk. Ach, je hebt er maar 8. Dus kijk goed wat je bestelt. Jammer, want deze pakking set is helemaal niet zo slecht. Er missen wel wat o-ringetjes. Niet alles is perfect compleet. Maar dit is op zich geen beroerde pakking set. En dan ben ik eigenlijk vooral te spreken over de koppakkingen en de kleppendekselafdichtingen. Nou, hier zie je dus wat er geleverd wordt. En er is nog iets. Let op. Er zijn 2 pakkingen die meegeleverd worden. Dus die is dan beter te gebruiken op een GL 500. Want je hebt de juiste pakking erbij. En dat doet geen andere pakking, boer. Nou, deze valt voor mij toch af vanwege de klephoedjes. Altena pakking set. Ik denk vrij prijzig, duur. Zeer compleet afgeleverd. Bestel ook de juiste, want dit is de CX-uitvoering. Dat kun je zien in de pakking. Heb je hem voor je GL 500 nodig, dan moet je de GL 500 bestellen. Dan zit daar het andere pakkingje in. Klephoedjes, rubbertjes, keringetjes, allemaal perfect. Alleen de uitlaatpakkingbusjes in de cilinderkop, die zijn van een ander materiaal. En ik heb ze liever van koper. Over die klepsteelrubbertjes of de klephoedjes afdichtingen, die zijn stevig en zijn eigenlijk niet te onderscheiden van Honda. Nog een voordeel, de koppakkingen zweten gegarandeerd niet door. En als ik het goed heb, is dit een nieuwe serie die ook echt weer stevig is en niet wijkt. De spoelpoorten zijn ook allemaal goed uitgemeten, dus die pakkingen zijn weer goed bruikbaar. Alleen ik vind de stalen ring in het midden wat minder mooi geperst. Pakkingmateriaal perfect, kleppendekselafdichtingen perfect. Een zeer complete goede pakking set die ik zonder problemen durf te verkopen. CMSNL, bij elkaar geraapte pakking set. Niet zo'n mooie verpakking. Cilinderkoppakkingen zweten dus koelvloeistof door. Na 3 ritten is dat probleem opgelost, daar heb je geen last van. Maatvoering is niet altijd perfect, maar ze hebben aandacht besteed aan de o-ringen en de kleppendekselafdichtingen. Hoewel die imitatie van een ander merk zijn en iets minder mooi passen, zijn ze goed bruikbaar en de pees zit er ook bij geleverd. Die zit hier niet bij, daar ook niet, en bij die zit hij er wel bij, die goedkope, die pees, maar die kun je wegflikkeren, want dat is heel zwaar te monteren. Dus dit is de meest complete pakking set die je kunt bestellen. Echter, als je bij mij even opgeeft dat het om een GL 500 gaat, stuur ik automatisch even de juiste pakking voor daarmee. Klephoedjes zijn ook zeer goed. Het zijn de betere in de serie, dus daar is echt aandacht aan besteed. En uiteraard de koperen afdichtingen voor de cilinderkop, waar ik ook zeer te spreken over ben. Deze pakking is prijstechnisch het goedkoopste in de serie. Deze heb ik regelmatig verwerkt in de motorblokken. Het enige nadeel, zweten als het blok niet gebruikt is. Kom ik weer terug op deze. Deze pakking set heeft mijn voorkeur, maar er zit die pees niet bij in. En die moet je dan weer los meeschaffen of aanschaffen. En hij is wat duurder. En de uitlaatafdichtingen zijn van een goedkope kwaliteit waar ik dus geen vrede mee heb. Qua passing en afwerking is deze pakking set het mooiste. Dus deze 2 pakking sets gebruik ik zelf. En die, ja, die koop ik in als ik ze goedkoop in partij kan laten leveren. En deze, eigenlijk deze kleppendeksel of de cilinderkoppakking, hij ziet er goedkoop uit. Maar volgens mij is dit een van de beste. Hij kan wel iets zweten in het begin, net zoals die andere. Maar deze is erg stevig.
Dus ik hoop jullie met deze productinformatie enigszins wat informatie te hebben gegeven over packing sets. Dan weten jullie ook waarom ik de voorkeur heb voor die CMSNL packing set en de Altena packing set en de andere packing sets liever niet. Maar ach, ik heb ze hier ook liggen, ik neem ze mee naar huis, ik gebruik ze ook gewoon. Ik zal deze niet opsturen naar de klant, dat doe ik niet, want ik wil goede spullen verkopen. Nou, het is hier een zootje in mijn winkeltje, maar er liggen hier dus verschrikkelijk veel onderdelen voor de CX en de Silverwing GL500. Hele partij boeken en allerlei andere zaken. En wat klein beetje tweedehands, maar dat wil ik hier zo min mogelijk hebben liggen. Nou, ik hoop dat je hier een beetje plezier aan hebt. Hier liggen ook nog allerlei packing sets. Even kijken hoor, wat heb ik nog meer te laten zien. Kijk, dat is die GL500 GL650 ontsteekpakking. Daar moet je even op letten dat je de juiste koopt. Dan moet ik nog andere pakkingen hebben liggen. Ah, lekker zootje, hè. Vind wat. Kijk. Dit is een 650 pakking. Hier kun je zien dat de uitsparingen voor de kleppen niet in de pakking zijn gemonteerd. Dus de ring is mooi rond. Dit is ook een 650 pakking. Dat zou een origineel moeten zijn. En hier hebben we een originele Honda CX GL500 pakking. En die is echt de beste. Daar zit materiaal in verwerkt wat perfect is. Dus dat heeft mijn voorkeur. Maar ja, die is prijstechnisch nogal duur. En natuurlijk de pakkingen die ik zelfs laat snijden. Alleen, die durf ik niet iedereen te verkopen, want dan moet je echt wel weten waar je mee bezig bent. En perfect, perfect alles vlak hebben. Dus, heb je even mee kunnen kijken wat er allemaal is hier? Nou, dan de opbergbakken, rotzooi, allerlei andere zaken. Dus, nou, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Heb je vragen? Dus heb je vragen, mail me gerust. MarcoBekker@zonnet.nl. En mochten er mensen zijn die mijn eigen site hebben bekeken, die werkt nog niet, daar wordt aan gewerkt. Je kunt er wel op kijken, maar nog niet bestellen. MarcoBekker.nl. Kijk er gerust op. Helaas, ik ben er hard mee bezig in mijn vrije tijd om die site draaiend te krijgen. Gaat komen, wanneer weet ik nog niet. Einde bericht, tot ziens. Oh ja, ik moet ook nog een luchtfilter mee naar huis.